ben Dominique Klinkenberg en ik ben vrijwilligster in de verpleeghuis Loze Hof op de Randveen. En ik ben vrijwilligster van het Herinneringsmuseum. En mag ik vragen wat u precies doet in het Herinneringsmuseum? Ja, we geven rondleidingen aan de mensen die hier wonen. Dat zijn in het algemeen demente mensen. En ook voor niet-demente mensen, zoals mensen hier in de omgeving of in Leiden, Leiderdorp. Die zijn hier altijd van harte welkom. En dan geven we gewoon een uitleg over wat zich hier afspeelt in de vroegere tijden. Want ik heb begrepen dat de demente mensen heel graag hier rondwandelen, omdat ze dus ook heel veel herkenning krijgen aan de spulletjes die hier zijn. Precies. En dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. En dan vaak vertellen ze zelf dingen over bijvoorbeeld zo'n potkachel uit de Tweede Wereldoorlog. En daar leren wij ook eigenlijk veel van, want het is wel hun tijd, zeg maar. Maar er zijn ook jonge scholieren die dan hier komen. En dan kan ik dan die verhalen aan hun overbrengen. En waarom is het precies allemaal opgezet? Het is eigenlijk een tijdsbeeld dat we willen weergeven van hoe de tijd in de 19e eeuw was. En dan bieden we hier altijd, de mensen die hier zijn geweest, bieden we altijd thee en koffie aan. Heel leuk. En moet er ook nog een bijdrage voor geleverd worden of is dat gewoon gratis? Ja, de mensen kunnen hier gewoon gratis komen. We hebben wel een fooiepot, zeg maar, omdat er af en toe wel onkosten zijn als dingen kapot vallen of wat dan ook. En, maar het is gewoon, verder is het gratis. We hebben heel veel spullen hier gekregen van mensen van buitenaf. Die hebben bijvoorbeeld hun zolder opgeruimd. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Want dan krijgen we een e-mail of ze bellen ons op van, goh, we willen wat spullen komen brengen. We hebben dit en dat. Hebben jullie daar interesse in? Zeg, nou, als het nog redelijk in staat is, dan willen we dat best wel zien. En daar zijn we heel erg blij mee. Want we hebben hier bijvoorbeeld oude telefoons van Bakkeliet. Dit is ook zo'n tv wat we hebben gekregen. Dat was een van de eerste televisies van Nederland. En dat ging op olie. Dat werd dan verwarmd, zeg maar. En daardoor kreeg men beeld. Zwart-wit beeld. Zit er ook nog een tijdlimiet aan? Dat je zegt van, nou, ik wil vanuit deze tijd echte spullen eigenlijk gedoneerd krijgen als je dat nog op zolder hebt liggen. Ja, een beetje van begin 19e eeuw. Ja, het leukste is natuurlijk de 17e en 18e eeuw. Maar dat worden natuurlijk hele kostbare dingen. En dan moet je echt naar kunst en kitsch gaan. Want ja, dan kun je er nog wat ontvangen, zeg maar, qua geld. Mooi. Dus als iemand nog wat op zolder heeft liggen, dan kunt u hier dus de spulletjes komen brengen. Ja, precies. Ja, dat zou een fantastisch idee zijn. Dus dat raden we ook mensen ook ten zeerste aan. En wij zijn ook altijd open van dinsdag van 2 tot 4 en donderdag ook van 2 tot 4. Onder begeleiding van de vrijwilligers, zeg maar. En zaterdag waren we ook altijd open, maar dat is nou niet. Tenzij het een speciale groep is of zo die zich wil aanmelden, dan valt er altijd een mouw aan te passen. Ik zie hier ook allemaal Indische dingen, zoals wajangpoppen en dergelijke. Er wonen hier dus ook veel mensen met een andere cultuur? Ja, die komen dan uit Nederlands-Indië. En daar hebben we speciaal deze plek daarvoor uitgekozen. Om het toch die mensen toch een beetje in een thuissituatie te kunnen brengen, zeg maar. En dan hebben we hier prachtige wajang poppen. En dat is voor hun heel erg herkenbaar. En ik zie dat u dus ook hier alles mag aanraken. Ja, dat klopt. Dat maakt het zo uniek, het Herinneringsmuseum. Het is wat het enige museum dat je alles mag aanraken. Dus nou zit ik op zo'n hele oude fiets. Normaal gesproken mag je dat natuurlijk nooit doen. Even om een voorbeeld te geven hoe dat allemaal hier gaat. En dan kan ik eigenlijk zo wegrijden naar het Herinneringsmuseum.